Nou, dan laten we even nog kijken naar wat vragen. Want in Amerika zijn er een paar staten die herstelbetalingen gaan betalen aan in ieder geval slachtoffers van het slavernijverleden. We hebben hier in Nederland de hele discussie gehad over de excuses daarvoor. Dus ook daar wat vragen over hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, als ze dat dan toch gaan doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan moet worden gedaan, die betalingen. Want hoe zit dat precies met nakomelingen en hoe kom je daarachter? En wie wel en wie niet, dat ben ik wel benieuwd naar. Maar als ze dan toch bezig zijn, is er natuurlijk, als ik het zo hoor, ook nog weer de bekende vergeten groep van de Indianen. En daar waren Native Americans. Miljoenen Indianen, neemt men tegenwoordig aan, woonden in Amerika op het moment dat het volgens ons dan ontdekt werd. Dat is ook zoiets raars. We hebben van alles ontdekt wat natuurlijk al lang ontdekt was, alleen niet door ons. Dus ik zou zeggen, dan is zo komen Indianen vooral ook in aanmerking voor herstelbetaling. Ja. Hier staat... Die hebben echt enorm geleden van de verovering van de Verenigde Staten door de Europeanen. Ja. Het gaat met name om families van zwarte Amerikanen die systematisch gediscrimineerd zijn. Met name linkse staten, die zijn ervoor, wordt er gezegd. Maar goed, dan ook graag de Indianen. Ja. Even kijken wat er nog meer wordt gezegd. De gemeente heeft al excuses aangeboden en overweegt een vorm van betalingen, net als ook de provincie. En dat wordt in ieder geval door veel mensen daar in ieder geval omarmd. Maar het zijn dus de linkse staten die dat vinden, wat natuurlijk ook niet zo heel gek is daarin. Nee, voor de Indianen zou je natuurlijk ook lang niet alle staten. Hoewel, de Indianen woonden in principe, dat is even, vind ik altijd zelf zo tragisch in Amerika, als je daar rondrijdt met je auto. Dat je bij ontzettend veel van die namen begrijpt dat dat Indiaanse namen zijn. Ja. De Mississippi is een Indiaanse naam. Hmm. En de Sequoia's die hebben ook een Indiaanse naam. En allerlei rivieren in Amerika hebben Indiaanse namen. De Susquehanna en dat soort van. Welke rivier ligt Washington ook weer? Dat zijn allemaal. En dan weet je dus dat de naamgeving van dat enorme land eigenlijk door anderen is gedaan die verdwenen zijn. Ja. De naamgevers zijn verdwenen.